Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over rotstraal. Schijnen last te hebben van rotstraal en dat merk ik in de praktijk ook echt. En vandaag gaan we even dieper in op wat rotstraal nu eigenlijk is en wat je er kan tegen doen. Eigenlijk is het zo dat rotstraal een soort aantasting van de straal is door schimmels en bacteriën. Die gaan zich een beetje een weg vreten door dat rubberachtige horen, zeg maar. En dat kan tot heel vuile infecties leiden. Dus dat kan heel diep zitten en dan zelfs tot op het leven geraken. Het vormt een soort gangetjes en dan maakt het ergens een gaatje waar het dan echt zit te broeden. Waardoor het er van buiten of soms helemaal niet zo erg uitziet. Tot als je dan op de juiste plekken een stukje wegsnijdt en je dan toch een hele vieze plek tegenkomt. Nu, het kan zo diep gaan dat het echt pijnlijk kan zijn. Want de straal is een soort van kussen en schokdemper voor als paarden lopen. Het heeft ook een soort van tastzin. Dus het is heel erg belangrijk dat die straal in goede conditie is. En die schimmels en bacteriën kunnen daar wel heel vuil werk verrichten, zeg maar. De vraag is hoe dat die daar terechtkomen. Wel, de antwoord is eigenlijk heel makkelijk. Ze zitten overal op onze bodem. Hier en daar verschillen ze wel een beetje, maar over de grote lijn zitten die bacteriën en schimmels gewoon overal op de bodem. En dat is ook normaal. Een gezonde voet gaat die helemaal niet toelaten om aan zich te gaan vreten in dat gezond weefsel, zeg maar. Het is maar als die voet niet gezond is, dat er sprake kan zijn van die aantasting door schimmel of bacteriën. Dus pas als die voet niet meer in optimale gezondheid is, hebben die schimmels en bacteriën een kans om daarin te zitten fretten. Maar waarom zijn de hoeven dan niet zo gezond om ze buiten te houden? Daar zijn heel veel oorzaken van. Eerst en vooral kan het zijn dat als je de hoeven niet regelmatig genoeg laat bekappen, of ze hebben dus te weinig slijtage, van nature of door een bekapper, dat bepaalde dingen eigenlijk te lang worden. De steunsels worden te lang, of de straal zelf wordt te lang, de hoefwand wordt te lang en zo verder. En dan kan het gaan zijn dat die drukverdeling een beetje anders is, dat er meer vuil blijft zitten in bepaalde delen van die voeten, dat die middelste straalhoeven een beetje gaat overgroeien door heel veel oud straalmateriaal en zo verder. En dan kunnen eigenlijk schimmelen en bacteriën zich een beetje nestelen in spleetjes waar heel weinig zuurstof aankomt. Dat ten eerste, dat is eigenlijk een beetje een gunstige situatie creëren voor die schimmels en bacteriën. Ten tweede, als die voeten te lang worden, dan is er dus sprake van een beetje verkeerde drukverdeling vaak en dan zit die doorbloeding in de knel. En als er geen optimale doorbloeding meer is, dan heb je ook niet meer de meest optimale voeten. Afvalstoffen worden niet rap genoeg weggevoerd en voedingsstoffen worden niet op de juiste manier aangevoerd. En dan heb je ook niet de beste en meest correcte, meest goede hoefgroei die je kan wensen. En dus is dat materiaal ook iets zwakker als gepland. Vervolgens is het zo dat ons klimaat ook niet echt meezit, want wij zijn gewoon België-Nederland, wij zijn gewoon helemaal geen paardenland eigenlijk. Wij zijn helemaal niet de Rocky Mountains, we zijn heel lang te nat en dan heel lang te droog. Er is veel te veel suikerrijk gras en hooi en zo verder. En dat heeft ook zijn invloed op de voeten, vanzelfsprekend. Onze ondergrond is vaak niet goed genoeg. Nu, daar kan je wel iets aan doen, door je paddock paradise een beetje te optimaliseren of je paard toegang te geven tot verschillende ondergronden, heel veel gaan buiten wandelen op verschillende ondergronden en zo verder. Maar toch, ja, het grootste deel van de tijd staat dat paard eigenlijk op een ondergrond die niet helemaal optimaal is voor zijn voeten. Heel veel kwaad kan dat niet, maar ja, het is een klein beetje niet optimaal. Zo. Een ander aspect is ook dat onze voeding een beetje verkeerd zit. Daar kwam ik daarnet al even op in verband met dat te suikerrijk gras, te vet gras eigenlijk. Heel veel paarden zitten een beetje met een disbalans in de juiste mineralen en zo verder.
En dat is jammer, dat heeft ook gewoon zijn effect op de voeten. Als er in het lichaam of in de voeding en de vertering iets fout zit, heeft dat zijn effect op heel het lichaam, als ook de voeten. Er is ook een stukje natuurlijke aanleg of een paard hele sterke voeten heeft of niet. Oh, dat ligt vaak een beetje onder discussie, maar het is toch een aspect om mee te kijken, erfelijkheid. En dan zou ik ook nog zeker daarbij betrekken beweging. Dus hoeveel vrije beweging krijgt een paard? Hoeveel kilometer afstand doet hij op een dag? Staat hij heel veel op stal of niet? En dat heeft ook te maken met die doorbloeding en ook met de algehele gezondheid, een beetje slijtage en zo verder. Vertering is ook meer optimaal als een paard kan lopen. Dus de vertering valt eigenlijk een beetje stil als een paard lang stilstaat, bijvoorbeeld op stal. En daar komt dan ook nog eens bij dat op stal vaak het paard in zijn eigen mest en urine op stro staat. En dat is ook niet helemaal optimaal om voeten gezond te houden, zeg maar. Dus al die dingen een beetje tezamen kan je wel stellen dat het heel makkelijk is voor voeten hier om niet helemaal gezond te zijn. Of althans, niet gezond genoeg om die schimmels en bacteriën buiten te houden. Wat moet je dan doen tegen die schimmels en bacteriën? Moet je dan je land gaan behandelen? Nee, helemaal niet. Ze zijn hier, ze horen hier te zijn. Je moet je paard zo gezond mogelijk maken. Dat is eigenlijk altijd het uitgangspunt. Dus de bedoeling is echt dat je qua huisvesting en voeding en hoefverzorging en zo verder een beetje op de goede weg bent om je voeten zo gezond mogelijk te maken, je paard zo gezond mogelijk te maken, zodat die sterk genoeg is om die buiten te weren. En als je dan toch last hebt van rotstraal of andere schimmelinfecties, een beetje witte lijn die aangetast is door schimmel of zo verder, dan is het kwestie van gewoon te behandelen met een product naar keuze. Ik heb hier al een klein overzichtje staan, maar daarvoor hebben jullie de vorige video. Dus even naar mijn kanaal gaan en zoeken naar de video over hoefproducten. Daarin leg ik uit welke producten ik ongeveer allemaal gebruik en al getest en geprobeerd heb en van welke ik fan ben. Dus dat is een goede go-to als je zoekt, mijn paard heeft rotstraal, de huisvesting, de voeding zitten wel oké, maar toch heeft hij er last van. Wat kan ik doen en met welke producten? Ga dan even naar de vorige video. Binnenkort komt er een video over hoe je de voeten kan kuisen en schoonmaken alvorens je product aan te brengen. Voilà, succes ermee, probeer het, laat me iets weten en dan zie ik jullie graag terug in de volgende video.